We zijn Erna en Gera Bosman. We hebben hier een melkveebedrijf in de Krim. Met daarnaast een ijsboerderij en een paardenhouderij. We zijn in 1970 zijn we hier komen wonen. Voorheen zaten we in Dalen waar Centerparks locatie heeft. En ja, sinds die tijd zijn we hier melkveehouder in de Krim. En je bent nou de complete ijsmachine weer in elkaar aan het zetten. Moet dat iedere keer? Ja, dat moet iedere keer. Voordat je begint met het ijs maken, moet je de machine helemaal ontsmetten. Ik heb hem net in ontsmetting gehad en nu ga ik hem helemaal schoonspoelen. Zodat alle ontsmettingsmiddelen daar dus uit is. Ja, van wie moet dat? Van de keuringsdienst. Want als ze monster komen halen van het ijs, dan controleren ze je ijs ook. Op resten van ontsmettingsmiddel. En loop je gewoon risico dat er bacteriën of onder een rotzooi in zit? IJs verwerk je koud, dus is sowieso een heel gevoelig product en dan moet je heel secuur zijn. Dus iedere keer als je ijs maakt, dan is het de hele boel weer ontsmetten? Ja, klopt. Ja, ja. En na die tijd gaat het helemaal weer uit elkaar en wordt helemaal weer schoongemaakt. Ook met je hobby zijn. Maar je gaat niet één draai maken zoals ik nu ga doen, maar je gaat echt de hele ochtend ga je ijs maken. Dus dan is die schoonmaak- en ontsmettingsperiode in verhouding kleiner als dat het lijkt. Ja. Gerard, jij bent melkveehouder in de Krim. Allang? Allang, ja. Sinds de middelbare landbouwschool ben ik op bedrijf gekomen bij mijn vader. En alle dagen bedrijf bezig met de koeien. Dus je was voorbestemd om boer te worden? Ja, altijd al gewild. Ook zelf gewild? Ja, ja. Wat is dat dan? Waarom wil je zo graag boer worden? Ja, boer zijn dat... je bent boer of je bent geen boer. Hè. En, koeienboer, je ziet de kalfjes opgroeien tot koeien en je hebt de hele koegeneraties, die ken je, koefamilies. En dat heeft mij altijd getrokken en daar ben ik altijd mee bezig. Heel veel jongetjes willen brandweerman of piloot of politieagent worden, maar jij niet? Nooit. Nee. Ik heb altijd eigenlijk boer willen worden en daar ben ik nog. En nog met veel plezier. Ondanks... alle wetgevingen en regelgevingen, wat steeds strakker wordt. Maakt het er vaak niet leuker op, hè? Nee, het wordt er niet leuker op, niet, maar het is toch eigenlijk wel een uitdaging om met die nieuwe regels toch boeren gebeuren, toch naar je eigen dingen goed te doen. En dit is dan het begin van het ijs maken? Ja. Want wat is dit, wat er daarin zit? Dit is mijn basismix, het witte wat erin zit. Dat heb ik net uit de pasteurketel gehaald. Dat heb ik gisteren gemaakt en heeft een dag staan rijpen. En wat is basismix, wat zit erin? De basismix, dat is melk, suikers, dextrose en nog wat andere ingrediënten. Die je pasteuriseert naar 82 graden. En dan wordt die teruggekoeld naar 4 graden en daar blijft die op staan rijpen. Minimaal 8 uur. En dan kan ik de ijs van draaien. En nu doe je de vanille in. Dit wordt een vanille. Ja, dit wordt een vanille-ijs. Ja.
Weet je nou of de verhouding goed is? Ik weet precies hoeveel erin moet. Jarenlange ervaring? Jarenlange ervaring, ja. Ja, in het begin dan ga je gewoon dingen uitproberen van, als ik er zoveel in doe, hoe is de smaak dan? Nou, ik vind de smaak te flauw of hij is te sterk en dan pas je de dosering aan. Dit is de ijsmachine. Hier heb ik mijn mix nu in gedaan met mijn smaak. Ik zet hem nu aan en nu gaat hij invriezen. Er zit een roerwerk in en die draait het rond, die klopt het op en dan vriest het in en dan wordt het ijs. Doe nu deze aan en maak het pillen bij. Dit zijn nog geen koeien, dit is een jongvee. Dit zijn de pinken van een jaar tot anderhalf jaar. De meesten die zijn dragende, die aankomende herfst weer een kalf krijgen. En de jongeren, 4, 5, die moeten nog geïnsemineerd worden. En die krijgen dan de komende winter ook een kalf. Deze die gaan straks naar buiten. Zo gauw ik de eerste snede gemaaid heb en er komt weer gras in. Dan doe ik deze jongvee, dat gaat dan ook naar buiten. Dat duurt niet lang meer? Dat duurt niet zo lang meer, nee. In totaal heb je 80, nee, 70, 60? Ja, 60 melkkoeien hebben we zo'n beetje, ja, met de droge koeien erbij. We melken het hele jaar door gemiddeld zo rond de 50 koeien, 55 koeien. En dat is goed, daar kun je voor rondkomen, dat is nog een goed aantal. Nou, dat is op zich, we hebben wel vrij redelijk een goede productie, zo ruim 9000 liter per koe. Maar het quorum is een kleine 5 ton en dat is eigenlijk alleen om inkomen te krijgen krap voldoende. Maar daarnaast hebben we gewoon de ijstak en de paarden die ook een beetje saldo bij. En daar kunnen we ons goed van redden. Ongeveer voordat het ijs klaar is. Dat is mooi snel. Ja, dan heb je net de tijd om de rest weer klaar te zetten voor de volgende draai. Hoeveel liter heb je er nou kunnen eruit halen? Er komt nou plus minus 5 liter ijs uit. En dat is echt kant en klaar? Ja. Kun je opeten? Ja. Hey Karin, jij bent eigenlijk verantwoordelijk voor de paarden hier, hè? Ja. Wat doe je dan allemaal? We hebben twee merries, die moeten met 4 weken ongeveer voor de keuring. Voor de fokkerij is dat eigenlijk. Daarmee willen wij mee fokken. En hier hebben wij, deze hebben we ook zelf gefokt en daar ginder eentje. En dan is de bedoeling dat wij die groot brengen, zeg maar, tot 3, 4 jaar en dan weer verkopen. En je bent zelf helemaal gek van paarden? Ja. Ja, ik denk dat je zeg maar, je beroep daarin kiest. Ja, s'ochtends werk ik ook bij iemand anders. Ook in de paarden- en handelstal. Dus. En wat is nou het mooie aan werken met paarden dan? Gewoon bezig zijn ermee, omgaan met die dieren. Leuk. En je had ook zeg maar, de veehouderij van je ouders over kunnen nemen. Ja, dat had ook gekund. Dat wou ik ook eerst. Maar mijn broertje wilde het ook. En ik reed de pony. En toen ging ik stage lopen bij iemand anders. En toen beviel dat zo goed. Die had allemaal paarden. En toen heb ik toch maar voor de paarden gekozen. Als tweede tak, zeg maar. Ja, hey, kap. Hop. Hey, ja. Nieuwsgierig, hè?
Ja, ze komen allemaal naar je toe als je zo in de wei staat. Ze zijn allemaal een koeien, wat erg, een nieuwsgierig dier. Alle nieuws wat er is, en dan verkennen ze daar ook direct. Ken je nou alle koeien bij naam? Ja, de koeien die ken ik allemaal wel bij naam. En je hebt er een binding mee? Ja, daar heb je toch een binding mee. Ja. Je weet, ze zijn als kalf op bedrijf geboren en de moeder en de vader, die weet je van de meeste koeien, weet je die wel. En ja, toch een stukje fokkerij ook mee bezig bent, dan heb je toch, toch wel een binding met die koefamilies wel, ja. En heb je een hele bijzondere bij hier? We hebben wel wat bijzondere koefamilies, ja. Als je nou de Koosjesfamilie hebt, die is een moederlijn. De moeder die had 100.000 liter gegeven. Daarna heeft ze nou doorgegaan tot 10.000 kilo vet en eiwit. De grootmoeder van deze koe die heeft 100.000 liter gegeven. En een zuster van die zat op 90.000 en die is toen afgevoerd dat die toch niet weer dragend wil worden. Maar dat is toch wel eigenlijk wel een familie die een lange levensduur heeft. Uniek ras eigenlijk. Ja, uniek ras. Je moet je koesteren. Je moet, dat is ook je streven. Hè. Je moet eigenlijk proberen een koefamilie te fokken die echte levensduren hebben. Want dat zijn de economische koeien. Die gaan, koeien die het langste meegaan, dat zijn de economische koeien. Ja. Ik heb hier de schepvitrine. Kunnen mensen een schepijsje halen als ze dat willen? Ik maak sorbet voor op terras. En er is meeneemverpakking wat ze mee kunnen nemen naar huis. En een groot gedeelte gaat via de horeca. Hoeveel liter ijs maak je nou in de week? Nou, het is een beetje verschillend. Weersafhankelijk, seizoenafhankelijk. Maar zoals in de zomer toch wel tussen de 200 en 300 liter per week. Het is eigenlijk een hele belangrijke tak van jullie bedrijf geworden. Ja, steeds meer. Ja, het groeit heel erg uit. Ja. Is het nog wel in de hand te houden? Nou, dat hoop ik toch. We zijn begonnen met ijs maken, maar het is steeds meer uitgegroeid. Ik maak daarnaast nog advocaat in 5 smaakjes en boerenjongens, wichter en huwelijk. Er zijn ook heel veel producten van collega-boeren. Dit is van 2 imkers die van alles ontwikkeld hebben met honing. Nou, van de molenaar, broodbakmixen, appeltaart, cakemeel, van alles. Jullie hebben eigenlijk een soort samenwerkingsgroep hè, met een aantal boeren. Ja, dat klopt. Wij zijn lid van Tuinpad. Er zijn ook allemaal kleinschalige ondernemers op het platteland. En sinds vorig jaar april hebben we met 12 boeren uit Vechtdal een boerderijwinkel geopend in Ommen, de Groene Marken. Bosvrouwtjesijs. Ja, dat is jij bent een bosvrouwtje. Ja, dat klopt. Ja, dat is een beetje als een grapje ontstaan, maar... Ja, het blijkt gewoon dat mensen hartstikke leuk vinden. En, komen veel mensen ijs bij jou halen? Ja, ja. Steeds meer mensen vinden hier de weg. En vooral ook met gelegenheden. En als het mooi weer is, dan is het echt een run. En dan is het vooral heel veel smaakjes. Dit is toch lekkerder dan een bak ijs uit de supermarkt? Vind ik wel, ja. 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 En wat is nou je specialiteit eigenlijk? Heb je dat? De boerenjongensijs, die is ook echt heel erg in trek. Is met drank? Ja. Ja, en de yoghurt Amarena is heel gewild. Dus ja, dit is eigenlijk nog maar een greep uit alle smaakjes die ik heb. Hoe belangrijk is het voor jou dat deze koeien in de wei lopen? Nou, dat is voor mij echt wel een streven om de koeien naar buiten te doen. Gewoon voor de koe vind ik het beter, voor de poten en gewoon de beweging. Maar ook economisch, de koeien die in de wei, dat is toch voordeliger dan dat je alle voer voor de koeien zelf moet slepen. Is dat zo? Je hebt ook een aantal boeren die gewoon hun koeien het hele jaar op stal hebben staan. En die daar economisch beter uitkomen. Die toch misschien met hun mina's verhaal vastlopen. Of ja, er zijn zoveel verschillende redenen. Dat je... Maar ik heb een hele grote huiskavel, ik heb er heel veel grond bij huis. En ik kan de koeien makkelijk in de zomer buiten laten weiden.
En de mensen die de grond verder van huis hebben, die toch eigenlijk een kleine huisgevel hebben, die kunnen misschien weer voordeliger gras maaien en inkuilen en dan voeren op stal. Maar voor mij is dat niet voordelig. Ben je altijd boerin geweest? Nee, ik heb altijd gewoon in de stad gewoond en mijn vader was fabrieksarbeider. Ja. Hoe ben je hier dan terecht gekomen? Gewoon verkeer ik met de boer. Zomaar? Vrouw zoek boer. Ja. Ja. Maar was het in het begin niet wennen? Ja, best wel. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt en op de kinderafdeling. Je hebt dan heel veel contact met collega's, met ouders, met de kinderen. En als je dan vooral ja, voor 25 jaar terug op de boerderij kwam, dan vroegen mensen van, is de boer thuis? En dan zei je achter en vervolgens gingen ze weg en je zag ze niet weer. En daar heb ik wel heel erg moeten wennen. Gewoon het contact met de mensen. Maar ik vind het prachtig nou. Goed. Kom maar. Als je nou melkt, dan gaat de hele boer weer naar binnen. Ja. Vanavond is morgens 6 uur en 's avonds 6 uur melken we de koeien. We hebben daar een beetje vaste tijden voor. En dan gaat alles op stal en dan wordt het ook weer met mais en kuil bijgevoerd. En de ene keer dan, zoals net voer ik mais op stal, dan voer ik er wat soja bij. Als de weide iets minder is of dat slecht weer is, dat ze minder gras opnemen, dan voeren we iets eiwit bij de mais, dus soja. Ja.